Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Joke. Joke kampt al heel wat jaren met depressieve klachten. En nu slikt Joke al een tijdje antidepressieven, zogenaamde serotonine heropnameremmers. Helaas heeft het slikken hiervan nog niet echt een gunstig effect, want ondanks dat ze dit al een tijdje doet, dat ze een tijdje serotonine heropnameremmers slikt, kampt Joke nog steeds met depressieve klachten. Niks meer, niks minder ten opzichte van eerder toen ze deze medicijnen nog niet slikte. Nu is de vraag van Joke, kan ik met mijn voeding ook invloed uitoefenen op het serotoninegehalte in mijn hersenen, aangezien mij is uitgelegd dat daar mijn klachten mee samenhangen? Dat is de vraag van Joke. Kan je met je voeding invloed uitoefenen op het serotoninegehalte in je hersenen? Nou, Joke. Serotonine betreft een neurotransmitter en tevens hormoon, een signaalstof, een boodschapperstof. Dit hormoon, tevens neurotransmitter, wordt gevormd uit een essentieel aminozuur genaamd tryptofaan. Essentieel betekent kan je lichaam niet zelf vormen. Dus die moet je lichaam verkrijgen van jou vanuit je voeding. Dit betekent dat wanneer je graag wil dat het serotoninegehalte in je hersenen stijgt, ja, dan moet je op zijn minst je lichaam regelmatig voeding met dit aminozuur tryptofaan, waar serotonine uit gevormd moet worden, aanbieden. Betekent dat dan ook dat wanneer je op elk moment dat jij iets eet gedurende de dag en dat elke dag opnieuw tryptofaanrijke voeding consumeert, dat jij dan vanzelfsprekend goed bijdraagt aan een betere vorming van serotonine in je lijf en dus een hoger gehalte van serotonine in je hersenen? Nee, helaas. De vorming van nieuwe voedingsstofmoleculen, grote voedingsstofmoleculen uit meerdere kleine, waar de vorming van serotonine uit het aminozuur tryptofaan ook onder valt, dat betreft een anabool proces. Anabole processen kan je lichaam echter niet altijd ten alle tijde uitvoeren, want het is ofwel bezig je lichaam met katabolisme, ofwel met anabolisme. Dat betekent dat wanneer je lichaam, jouw lichaam, voortdurend bezig is met katabolisme, het niet toe kan komen aan anabolisme en daar valt dus de vorming van serotonine ook onder. Dus dan kun jij tryptofaanrijke voeding consumeren heel de dag door en elke dag opnieuw, maar dan zou daaruit alsnog niet de vorming van serotonine uit voortkomen, want ja, dan is je lichaam steeds bezig met katabolisme en dan komt het dus niet toe aan anabolisme. Ja, en daar valt de vorming van serotonine ook onder. Wanneer komt je lichaam pas toe aan anabolisme? Wanneer niet voortdurend stresshormonen met katabole eigenschappen die de uitvoering van het anabolisme in je lijf onderdrukken, worden afgegeven in je lijf. En wanneer is dat? Ja, wanneer je lichaam niet voortdurend stress ervaart. Wanneer ervaart je lichaam stress? Je lichaam ervaart stress wanneer het in een slechte voedingstoestand verkeert. Dat betekent wanneer je lichaam tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ervaart. Want dan is je lichaam niet goed in staat om met behulp van hormonen je bloedwaardes op een constant en ideaal peil te houden. En is je lichaam ook niet goed in staat om onder invloed van hormonen de processen in je lijf goed aan te sturen en op elkaar af te stemmen. Ja, dat is nogal stressvol voor je lijf. Dus dan ervaart je lichaam stress. Vindt er een verhoogde afgifte van stresshormonen plaats in je lijf. En dat zijn dus hormonen met katabole eigenschappen die de uitvoering van het anabolisme in je lijf onderdrukken, waaronder dus ook de vorming van serotonine uit dat essentiële aminozuur tryptofaan. Ja, dan zal dus jouw het serotoninegehalte in je hersenen niet stijgen, ook al heb jij hele dag door en elke dag opnieuw tryptofaanrijke voeding aanwezig in je eetpatroon.
wanneer je gunstig bij wilt dragen aan een verhoging van het serotoninegehalte in je hersenen, behalve tryptofaanrijke voeding opnemen in je eetpatroon, liefst zo vaak mogelijk, ja, moet je ook heel de dag door en elke dag opnieuw goed bijdragen aan het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf. En dat houdt dus in het voorkomen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf en ook het oplossen van de alheersende tekorten daarin in je lijf. Dat betekent dat je dus je eetpatroon, behalve in het essentiële aminozuur tryptofaan, goed moet voorzien in vocht en alle essentiële voedingsstoffen, maar ook moet minimaliseren in niet-essentiële stoffen, want de verwerking van niet-essentiële stoffen alleen al in je spijsverteringskanaal, ja, doet je lijf uitputten van vocht en essentiële voedingsstoffen. En je lijf moet dus voortdurend goed voorzien worden in vocht en essentiële voedingsstoffen om stress in je lijf te voorkomen, hè, om je lichaam in staat te stellen om met behulp van hormonen je bloedwaardes mooi op peil te houden. Ja, dan pas voorkom je stress. En dan pas kan je lichaam toekomen aan het anabolisme, de vorming van nieuwe voedingsstofmoleculen, grote voedingsstofmoleculen uit kleinere. En daar valt dus ook de vorming van serotonine onder en de afgifte ervan door je hersencellen. En dan pas kan het serotoninegehalte in je hersenen kan stijgen. Dus, als antwoord op je vraag of je met je voeding bij kan dragen aan een verhoging van het serotoninegehalte in je hersenen, enkel en alleen wanneer jij er met je voeding voor zorgt dat de voedingstoestand in je lijf voortdurend goed blijft. Dus wanneer jij ervoor zorgt dat jij je lichaam goed voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen en er niet al te veel niet-essentiële stoffen aanwezig zijn in jouw eetpatroon.